Ah, wat mooi, zeg. Hoi, Priscilla. Hoi. Angie, je bent er nog. En het is al zo laat. Ja. Goed, wij gaan zo aan tafel, oké? Ja, wil je misschien blijven eten? Nee, dat lijkt me niet, toch? Na een dag werken wil je graag naar huis, lekker op de bank, toch? Ja, ik ga. Ik heb thuis het eten al klaarstaan. Ja. Ik zie je morgen. Goed. Maar je mag blijven als je wil. Tot morgen. Tot morgen, ciao. Doei. Oh, hi. Angie, hoe is het? Ja, heel goed. Ik stond net op het punt om naar huis te gaan. Eet smakelijk, hè? Hallo, Federico. Hoe gaat het? Goedenavond. Je bent mooi op tijd voor het eten. Ja? Oké, ga alvast maar zitten, hè. Ik kom er zo aan. Oké. Zullen we? Ja. Wacht, kunnen we even praten? Ik heb gehoord dat Violetta alles weet. En ik wil met haar praten. Ja, ze heeft u vanuit gesloofd, die Olga, hè? Hoi, Herman. Hallo, Federico. Hoe is het? Zijn we er? Goed. Lucinda, kom je eten? Ja. Goed, goed. Hoe is het? Hoe was het? Hoe was jullie dag? Hoe was het in de studio? He? Vertel. Goed, goed. Ja, de komende show is heel belangrijk voor de studio. Ja, want na dat hele gedoe met Umix werven we daarmee hopelijk een nieuwe sponsor. Mm-hmm. Maar de show wordt vast heel goed, dus die nieuwe sponsor, ja, die komt er wel, natuurlijk. Toch? Iedereen voelt zich nu heel erg betrokken bij de studio. En erg teleurgesteld in Umix. En Violetta en ik hebben ontslag genomen als een soort steunbetuiging aan de studio. Iedereen die iets geeft om de studio, gruwt van de houding van Umix. Federico, de studio is onze plek en die mag je nu niet in de steek laten. Wie nu afstand neemt voor een persoonlijk Umix-project, die verraadt de studio, alle leerlingen, maar vooral zichzelf. Federico... Wat? Heb ik soms geen gelijk dan? Ja, maar... Wat is er erger dan je vrienden verraden? Ah, oh ja. Ze bestellen. Oké, genoeg! Genoeg koud water gedronken. Dat is heel slecht voor mijn stembanden. Ik ga even ander water halen. Voor iedereen, hè? Ja. Nou, laat maar.